Ik ben Chris Paling, gemeentebediende bij de gemeente Sint-Antelings. En ja, ik werk op de gemeente, ik verstuur al de brieven van de burgemeester. Dat is mijn job. En op de gemeente werken, dat is waarschijnlijk heel boeiend. Dat is heel plezant, vooral voor de nieuwe burgemeester, want de nieuwe burgemeester loopt er nog altijd rond. En dat is maar, die werkt op mijn systeem. Hier lag je zijt, ja. Ik ben Paulus de Vuist, een schepen van openbare werken. En ja, het gaat niet goed met mij, ik heb iets te veel gedronken voor de moment. Ja, ik kom naar het fitness van mijn zuster aan te melden, want mijn pa kan het niet komen doen, want het is nog wel een eigen aan het vieren. Ja, daarmee kan ik niet komen vieren. Ja, ik ben de Zeltje, ik ben de dochter van de Veurigen en van de volgende burgemeester. En ik ben vrij allergisch aan pasta. Mijn vader die pijst dat mij kan koppelen aan eender wie, maar ik pijst dat ik nog altijd voel met wie dat ik wil. Ik ga nu een beetje gaan verder doen, want mijn bureau dat is echt een chaos. Ja, ik ben Gaston de Mezel, schepen van sport en kapelletjes. Ik kan er niet meer lachen, hè. Ze hebben dat afgebroken, Juske Fontein, gemeentelijk patrimonium, meneer. En ze willen dat niet weer zaken, en voor nog nieuws let. Maar ik loop mij niet toe, hè. Die fonteinen moeten weer komen, hè. Nou. Goeiedag, ik ben Robert de Vos. Ex-burgemeester van Sint-Antelings. Ja, 30 jaar. 30 jaar heb ik hier in Sint-Antelings de burgemeesterstoel gepakt. En door een stommelhuizel toeval ben ik door dat stommelhuizel manneke van een facteur van een de brakeleer eraf gestampt. Ik zal hem lekker een poepje leren, wacht een beetje. Ik zal hem lekker leren wat dat politiek voeren is. En de Ronde van Frankrijk, hè, dat we het maar op zijn buik schreef, hè. Lucrèce Coquet, schepen van cultuur met de grote K. Ik wil vooral vernieuwing van de middenstand, zeker een kapsalon in iedere strot. Allee, op zijn minste. En dan is er een stukje schepen in de mezel die altijd maar spreekt van een naarwetse fonteine. Maar door doe ik niet om mee. En dan dat stukje secretaris als u een verslunste jasmine. Elian Lippens, gemeentesecretaris van Sint-Antelings. En zoals iedereen weet, wij hebben nu recent een nieuwe burgemeester. Het gaat niet goed tussen de vorige en de nieuwe. Maar dat geeft niet. Uiteindelijk is het de gemeentesecretaris die de touwtjes in handen houdt. U zal dit wel merken. Ik ben Marcel de Brokkeleer, de nieuwe burgemeester van Sint-Antelings en omstreken. En als ik het beloof, dan doe ik het. Hè. En ik kan me verzekeren, die in Tour de France, die god hier passeren. Hè. Als ze hier een beetje verder over de muur van Gisbergen kunnen vliegen, kunnen ze even onze prachtige mintje kunnen bekijken met verloken nuk. En ik nodig eruit allemaal, alstublieft, kom kijken. Pak daar geburen, pak daar Cameroon, pak allemaal dat je kent, pak ze allemaal bij je. En ziet dat hier zet, want als je dan niet meegemaakt hebt, moet hij niks meegemaakt hebben.